snoep, spaghetti, pinda's. Ze is zelf longpatiënt en haar man hartpatiënt. En ze leven zelf ook van een minimuminkomen. Maar dat is geen beletsel voor Nikki Cordes uit het Haarlemse Schalkwijk om haar medelotgenoten te helpen. Al 10 jaar stelt ze kerstpakketten samen voor de mensen die het beste kunnen gebruiken. Mijn kinderen, ik zal gewoon heel eerlijk zeggen, mijn kinderen zeggen, mam, je bent gek. Je bent gek dat je dit doet. In 2012 zat ik zelf bij de voedselbank. Ook schulden natuurlijk. Het was armoe. Het was gewoon armoe. Daar kon je niet van leven. Rijst, vis, koffie. Met vrijwilligers ben ik begonnen. Dat is een gigantisch groot succes geworden voor het open huis in Schalkwijk in Haarlem. En daarna ben ik gewoon doorgegaan. En het was vechten, vechten, vechten om het voor elkaar te krijgen. Nu 360 en nog een reservelijst. En deze mensen kunnen wij geen pakket meer geven, want ik heb geen dozen meer. Ik heb geen levensmiddelen meer. Dus je kan de mensen dan een kerstbrood geven. Je probeert het toch. Nikki kent haar pappenheimers. Ze weet precies wie echt zo'n pakket van haar kan gebruiken. Het is gewoon luisteren naar de mensen. Luister ook naar de schaamte van de mensen. Zoek die mensen op van de schaamte. We hebben heel veel ouderen hebben we ertussenin zitten nu. Ouderen die niet eens iets met de kerst hebben. En Marina en ik zitten wel te janken, ja. Van, dit is niet normaal. En hoe kunnen we dit oplossen? Hoe gaan we dit oplossen? Bedankt. Alsjeblieft. Er zijn ook een heleboel eerlijke mensen bij die dus wel uit de schuldsanering zijn. En die zeggen, Nikki, ik heb het nu niet meer nodig. En dan ben ik zo dankbaar. En dan denk ik, yes, je hebt het gered. Een soort kruiden, koffie, limonade, wat de mensen zelf niet kopen. En we kunnen alleen maar hopen dat de mensen er blij mee zijn. En dan heeft Nikki nog wel een vraag aan haar stadsgenoten. Ja, dan heb je de reservelijst nog en dan kan je niet meer verder. Dat vind ik heftig. En dan heb ik zoiets van, ja, dan moet je 9 gaan verkopen. En je weet, die mensen hebben het nodig. Dus ik hoop eigenlijk dat er nog mensen zich aan willen melden om zelf een pakket te maken voor de reservemensen. Dat die ook nog een prachtige kerst kunnen krijgen. Dat zou ik echt geweldig vinden.